We staan in Park Molenwijk bij de Leenhoflaan met drie bewoners van de Leenhoflaan die alle drie ook een rol hebben gehad in de inspraak ten aanzien van het hoogfrequent spoor. We gaan vandaag eens met hen praten over wat er gebeurd is en wat zij zien van de toekomst. Allereerst de heer Tom van Tiel. Ik wil u graag vragen van hoe was de procedure tot op heden? Nou, daar wil ik graag op antwoorden. Allereerst wil ik even zeggen dat het natuurlijk geweldig goed idee is van de gemeente om zo'n grote participantenbijeenkomsten te beleggen. Dat neemt niet weg dat wij over de hele gang van zaken misschien iets kritischer zijn. Dat was van begin af aan eigenlijk niet heel goed duidelijk aan welke criteria we ons moesten houden bij het ontwikkelen van plannen. Bijvoorbeeld hoe duur mocht het zijn en ook wat is het gevolg voor hinder, leefbaarheid van de bevolking. Daarover was nogal wat verwarring en daar hebben we geprobeerd iets meer structuren te brengen. Maar dat was een beetje een moeilijke zaak. En daarna is het ook nog zo gegaan dat er eigenlijk over de bijeenkomsten ook een gebrekkige verslaglegging was die tot misverstanden aanleiding gaf. En dat betekent niet dat iedereen afhaakte, maar wel een aantal mensen zijn daardoor afgehaakt. Maar dat neemt niet weg dat wij toch eigenlijk heel goed verder hebben kunnen gaan en dat we uiteindelijk tot de keuze zijn gekomen van een zevental varianten. En daar is over op de laatste momenten over gestemd. Maar dat is meer dan 80% van de insprekers heeft de Leenhoflaan variant afgewezen. En daardoor verwonderde het ons een beetje dat hij toch weer naar voren is gekomen. Ik denk dat het ook een goed recht is van het gemeentebestuur om een eigen variant die ze dan misschien een voorkeur voor hebben, daarbij in te brengen. Maar het neemt niet weg dat het toch een beetje langs de inspraak gaat. We staan hier in een historisch park van Boksel, ook het enige park van Boksel. En de gevolgen zouden eigenlijk desastreus zijn voor het park en voor de vele mensen die hier graag vertoeven in het park Boksel, zoals de vele vissers en alle andere mensen die hier heel graag recreëren. Er zou hier dwars door het park hier een weg komen. Die zou hier achter mij langs over het veld van de ODC moeten gaan lopen. Aan die kant zouden huizen afgebroken moeten worden. Er zijn veel kinderen die hier in de omliggende gebieden sporten. Bij ODC, bij de tennisvereniging van de Meletten of achter naar het Essenheiken moeten om daar verder te sporten. Dat zou natuurlijk een desastreus gevolg zijn en ook gevaarlijk voor die kinderen als ze allemaal steeds met veel verkeerssituaties te maken krijgen. Als de weg doorgetrokken zou worden naar de Redoutestraat, die onlangs ook denk een aantal jaren geleden aangepast is als eenrichtingsstraat, met inspraak van de bewoners van de Redoutestraat, die zou verbreed moeten worden. Die zou komen aan te sluiten op een rotonde, vlakbij een benzinestation. Nou, ietsje verderop hebben we ook weer twee scholen liggen. Nou, u kunt zich voorstellen in de piektijden 's ochtends, wanneer ook kinderen naar school gaan, dat absoluut niet wenselijk is. En daarbij komt, vind ik ook, ik ben hier bewoner van de Leenhoflaan emotioneel betrokken, maar als ik de emotie opzij zet en ik kijk gewoon naar de feiten, ja, dan is het ook een project wat ruimschoots boven de begroting ligt die wij moesten hanteren als participatiegroep. 6 miljoen erboven, het is de duurste variant van alle varianten. En dat lijkt me ook al een zaak op zich die niet door de beugel kan. Meneer Guus Bastings, afgelopen dinsdag is het verhaal en het voorstel van BMW in de commissie geweest, de commissie Ruimtelijke Zaken van de gemeente. En daar is de Leenhoflaan nogal te sprake geweest. Dat was toch al een beladen avond en niet alleen wij denk ik, maar ook leden uit de commissie stonden eigenlijk er versteld van dat deze variant toch weer op de agenda staat. Er waren ook een aantal commissieleden
die het heel erg met jullie eens waren. En met name met alle insprekers, dat die varianten er niet in thuis hoorden. Ja, dat bleek heel duidelijk. Er waren duidelijk commissieleden die dus het ook verwonderden dat die variant daarin zat. En het dus inderdaad naar het laat aanzien met ons eens zijn. Ondanks dat heeft de commissie besloten om het voorstel toch in zijn geheel overeind te houden naar het college toe. Ja, de wethouder heeft niet toegezegd dat hij deze variant B13D, de Lenerflaan, van de agenda haalt. Dus die blijft staan. Er waren commissieleden die onderdeel uitmaakten van de coalitiepartijen. Ja. Mag je dan verwachten dat het college dus inderdaad in jullie voordeel gaat beslissen? Dat is in ieder geval in de vergadering niet duidelijk wat ze zouden doen, denk ik. Hè? Dus met name ook de partij van wethouder van den Langenberg, die heeft zich op de vlakte gehouden, denk ik. Hè? Tenminste op de vlakte gehouden. Die heeft gezegd dat ze pas in de raad willen beslissen. En de andere partijen hebben zich niet allemaal heel van de coalitie niet heel duidelijk uitgesproken. Ik wou eigenlijk ook alleen nog zeggen, als ik er nog iets mag aanvullen erop, dat er ook door de gemeente twee varianten zijn afgewezen die wel door de participanten zijn naar voren gebracht. En dat vinden we eigenlijk heel jammer, want er is ook geen motivatie voor gegeven. De B13 is de Lenerflaan, de B15, dat is een andere variant waar een gedeelte van de dubbele overweg open blijft. Namelijk het gedeelte waar de spoorlijn naar Den Bosch, die blijft open. En dan, ProRail heeft dat als goed bestempeld. Die heeft ook gezegd dat het een haalbare en een financiële haalbare zaak is. En ik denk dat het goed zou zijn als de raad zich nog eens zou verdiepen in de B15 variant. Ik kan me niet voorstellen dat de variant Lenerflaan dus, dat die verder uitgewerkt gaat worden. We hebben geen geld. We staan nergens op een lijstje, bij de provincie niet. En er wordt wel steeds gesproken van, we zijn in Den Haag geweest met deze variant. Dat klopt. Van oorsprong is deze variant al meer ter tafel gekomen. Maar dat is steeds een hele grove schets geweest. Een tunnel door de Lenerflaan. En die is ook letterlijk in de Lenerflaan getekend, niet uitgewerkt. Maar dus in de straat zelf gaan we dus niet deze toch verder uitwerken. Dan weten we, hè, hij staat voor 66 miljoen nu bouwkosten op papier. Alleen als je hem verder uit gaat werken en met alles wat erbij komt, de sloop van de woningen en de aankoop van grond en weet ik wat allemaal. De huizen van ODC niet te vergeten. Ja. Er zijn inderdaad, onlangs is er ook een aanvraag gedaan voor ODC om hier in het park twee kunstgrasvelden aan te leggen. En de procedure loopt. De kantine uit te breiden. Op het Essen Heiken is geen plaats voor nog twee velden erbij. Daar wordt nu een nieuwe accommodatie gebouwd. Dat is nu in volle gang. Zelfs als de manege weg zou gaan, is daar geen ruimte voor twee extra velden. Waar moet ODC naartoe? Gaan die ook weer 10 jaar in onzekerheid zitten? Ja, en ze hebben nu 1,2 miljoen om de velden dus op te knappen hier. Ja, dan kun je wel aanvoelen wat het zou kosten om compleet ODC hier te verhuizen. Hè? Die 66 miljoen die aan bouwkosten staan, die worden zeker 105 miljoen. He, dat is heel, heel logisch. Nou, ik kan me niet voorstellen dat het ministerie en ProRail zeggen van nou, wij nemen de grootste kosten daarvan op onze rekening. Dat doen ze nooit. Okay. ProRail zal alleen kijken van wat kost een tunnel onder de spoorlijn door en verder zullen zij niet gaan. Dus het zal nog een hele zoektocht worden om dat geld te vinden. Wordt u er onderhand niet ziek van dat de Lenerflaan constant door de jaren heen terug blijft komen in alle modellen?
Ja, kijk, als ik daar ziek van was geworden, dan was ik chronisch ziek. Hè? Maar gelukkig niet. Wij blijven ook heel optimistisch. En als arts moet je natuurlijk altijd zeggen dat je ook optimistisch moet blijven in deze zaak. En ik zie met heel veel vertrouwen tegemoet dat er geen Lenoflaan variant komt. Omdat die volkomen onhaalbaar is in mijn visie.